en uiterlijk, hè, en het tunen van een auto, zoals dat zo mooi gebruikt werd, was een diode, een led, werd graag gebruikt. Nou, wat is, was een hele belangrijke. We kennen de groenlamp, we kennen de spaarlamp. De spaarlamp was al een lamp waar, waar minder energie gebruikt werd om licht op te wekken. En nu de laatste jaren kennen we ook de ledlamp. Ik heb eigenlijk bewust een plaatje erbij gezet van een ledlamp die lijkt heel erg op de gloeilamp. En zover is de ontwikkeling al op dit moment. Het is niet meer een lamp die wit eruit ziet. En als we boven de bar kijken, dan zien we een aantal types. Er zitten er een paar bij die zie je maar voor de helft licht geven eigenlijk. Want het bovenste gedeelte wordt niet gebruikt van de lamp. Dat is de eerste generatie. Nou is dit wel een hele mooie lamp omdat deze al een normale gloed geeft. Dus een duidelijke sfeergloed. Voordat ik hier vanavond kwam, had Josse mij gevraagd van joh, Geert-Jan, zou jij in die mooie plafonnières ledlampen willen plaatsen? En dan doen we ze tijdens je presentatie. Zet eens aan. Dan schrikt iedereen van hoe mooi eigenlijk ledverlichting kan zijn. Maar ja, ik wil de mensen die daar zitten niet in het donker laten zitten. Dus we hebben ze aangelaten. En je kunt straks ook na de presentatie tijdens de rondvraag of tijdens de bezetting van de tafel, moet je ze eigenlijk heel even inkijken. Dan zie je dat die lampen een heel ander licht geven dan dat je zou verwachten.